basiskunst is voor mij dat je op een manier in het leven staat waarop je leert van je leven. Dus wat er met me gebeurt of wat er, hoe ik op een bepaalde manier reageer, dat ik voor mezelf daar naar kijk. Ja, dat je gewoon alle dingen die je doet, dat je die wel bewust doet en vol overgave ook. En ja, dat je er ook echt van geniet. Je kan je bewust zijn van je omgeving, maar je kan je ook bewust zijn van je drie instrumenten. Je lijf, je gedachten, je gevoelens, je essentie, je hart, je ziel die spreekt. Het kan zijn dat je eigenlijk wel gewoon heel erg veel plezier hebt aan het leven, maar denkt van goh, op dit aspect wil ik groeien. Je kijkt naar hoe jouw leven is en hoe je gekomen bent tot waar je nu bent. Je kijkt naar de rode draad. En van daaruit kijk je naar, oké, wat zijn nou jouw krachten? Hoe kan je je lijf, je denken, je emoties gebruiken? Wat wil je überhaupt in je leven? En van daaruit kijken we nog een laag dieper. Zo van, oké, hoe kom je nou bij jouw innerlijke kompas? Wat laat je richting geven? Is dat je omgeving? Of is dat je fysieke impuls? Of wat je denkt dat je moet? Maar je kan ook jezelf te raden gaan. En van daaruit ga je kijken, oké, wat wil ik dan echt? En durf ik ook die stap te maken? Je leert tijdens Jong Leeft je leervraag. Dat is wel echt het. Dat is eigenlijk. Is het een beetje op gebaseerd, zeg maar. En daaromheen heb je je draak. En dat is zeg maar een soort van. Niet iets slechts, maar als je gewoon in de weg staat voor je doel, zeg maar. Want je hebt hier wel altijd een doel. Dat is dan zeg maar je levensvraag. Misschien voel je hem al aankomen. Ik ga genieten. Stressfactoren zijn als dingen heel veel ophopen. Bijvoorbeeld voor school en heel veel dingen tegelijk aankomen. Dan is het wel handig om rustig te zijn. Als je dan heel druk bent, bij mij word ik helemaal gek. En daar helpt een vorm van meditatie ook heel goed bij. Mediteren is eigenlijk even heel bewust de aandacht op jezelf richten. In ieder geval deze meditatie. Het is niet iets wat je goed of fout kan doen. Je kan het alleen maar doen, deze oefening. En die is gewoon het feit dat je hem doet, is werkzaam. Zal jou helpen op een of andere manier. Nou, ik vind het wel. Ja, leuk om te mediteren. Nou ja, apart. Ik weet niet, toen ik het voor de eerste keer deed, toen vond ik het echt heel raar. Toen schoot ik een soort van maan in de lach. Want ik wist zeg maar helemaal niet hoe het ging en zo. Dus ja, toen moest je zeg maar met je hele handen zo en zo en zo en zo. Toen dacht ik, nou, ja, waar gaat het eigenlijk over? Maar op zich, er zit wel een mooie gedachte achter. En ik weet niet, je wordt er wel een soort van rustig van of zo. Iets van net onder je sleutelbeen. Vanuit die stilte en vanuit die ontspanning. Als je dan weer tegen het leven aankijkt, dan heb je die onrust ook niet. En dan hoef je niet zoveel te filteren, omdat er maar de eerste gedachte die dan opkomt in je hoofd, dat is ook vaak de gedachte die op dat moment het belangrijkst voor je is. Is het je mild om je lichaam te proberen? Als je je richting wil bepalen vanuit jezelf, vanuit jouw innerlijke kompas, dan moet je naar binnen. Dan moet je leren om stil te zijn. Ja? Ja. Ik was hiervoor, voordat ik het jaar deed, was ik heel druk. Ik ben ook een hele drukke jongen geweest. Of nog steeds eigenlijk. Soms heb ik nog steeds wel eens momenten. En dat is juist het leuke van hier, wat ik geleerd heb. Dat ik heel erg rust in mezelf probeer te vinden. Ja, en ook wel denk ik gewoon een stemmetje in mijn hoofd wat af en toe zegt van goh, waarom doe je niet eens een keer gek? Of waarom dat me net soms met de lastige keuzes helpt. Of dat me helpt om te herkennen waar ik normaal twijfel. Of waar ik altijd boos van word of altijd verdrietig van word. Om dan een keer te kijken van goh, kan ik dat nu? Zou ik eens op een andere manier kunnen reageren? Of wat kan ik doen om daarmee om te gaan of dat te veranderen? Dus lopen hier ook mensen rond helemaal. En dan heb ik ook zo'n. Het is wel belangrijk om bewust te leven, maar
Je moet niet in de wolken leven, want dan kom je natuurlijk nergens. Je moet nog wel echt bewust met je voet op de grond staan en wel hier aanwezig zijn en niet ergens erboven of zo. Want ja, het is wel. Je moet nog steeds om je heen kijken, nog steeds je leven zien en niet er een beetje boven hangen en er maar van uitgaan dat alles prima gaat. Het is jouw leven, jij moet het doen.